het is vandaag zaterdag en het is 20 augustus. Het is vandaag een grote dag voor mij, want ik ga voor het eerst een meet and greet houden. We zijn nu onderweg naar het Waasland Shopping Center. Zo, ik ben net aangekomen bij het Waasland Shopping Center. En we gaan eerst nog even naar de galeria. Ino. We zijn nu in het Waasland Shopping Center en zij hebben hier echt super leuke dingen. Kijk maar, een leuke winkel. Het is toch super kleurrijk. En ja, we zijn gewoon rustig aan het rond. Hopen. We gaan eerst nog iets zoeken om te eten. Zo, dit heb ik als eten. Mozzarella. En groente, een Sprite. Ilas heeft een pizza. 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 En Amin heeft een chocolade. Muffins. Nu mag ik nog even shoppen. Ja. Ik ben heel moe, want ik heb heel veel handtekeningen te schrijven. Maar ik vond het wel super leuk. Ik heb een cadeautje gekregen. Nu ga ik het openmaken. Deze dingen, ik laat jullie straks zien wat ik heb gescoord. Vandaag heb ik voor het eerst een meet and greet gedaan in het Waasland Shopping Center. Het was echt super druk. Ik was echt super zenuwachtig, maar alles is gelukkig goed verlopen. Ik heb heel veel lieve mensen ontmoet, maar ook heel veel bekende Vlamingen. Nadien
ben ik natuurlijk nog gaan shoppen. Dus dat laat ik nu eventjes zien. Als eerste ben ik naar de Claire's gegaan en daar heb ik deze spulletjes gekocht. Een leuke pet, een glitterpet en er staat kies voor happy. Dus kies voor play it. En hij heeft glitters van voren. En ja, super cool. Als tweede heb ik deze coole drinkmus gekozen. Spijtig genoeg kan ik hem niet gebruiken voor naar school te nemen, maar ik kan hem thuis wel gebruiken. Hij is echt super cool. Panther thema, regenboog thema. Mijn super schattig gezichtje nog. Daarna heb ik ook nog wat haarelastiekjes gekocht in alle kleuren van de regenboog. En dan heb ik nog 3 lipglossjes gekocht. Ze zijn echt super schattig. Het zijn dus spukkerpops en ze zijn echt super schattig en ik vrees dat ik deze wil verzamelen. Maar ik wil eerst weten hoe ze zijn op mijn lippen. Dus ik ga deze opmaken. En je kan het ook gewoon ergens gaan hangen. Ze zijn echt super schattig. En hoe moet ze open? Dat weet ik ook. Oké, deze moet er dan gewoon afgetrokken worden. En zo, en dan heb je hier je lipglossjes. En hij ruikt naar aardbeien of zo. Wacht, hè. Framboos aardbeien. Ik ben verkouden, dus ik heb niet zo goed ruiken. Maar ik vind ze alvast geweldig. En super schattig, dus dat is helemaal goed. En nu wil ik kijken hoe de andere ruikt. Dus dat is roze glitters. Ja. Ik vind het echt super schattig. Dan wordt weer al deze afgetrokken. Zo. En dan. Oh, deze is helemaal lichtroze. Yes. Deze ruikt nog eens naar zo'n snoepje. Net zoals deze. Hij is roze, dus hij is helemaal goed. Dus ja. Mama houdt van spulletjes van de Body Shop, dus die heb ik voor haar gekocht. Voor mezelf ben ik ook even naar de H&M geweest. Deze superleuke sokken gekocht. Een super warme trui en een super fluffy met een tijger op. Een witte tijger. En een leuke broek, jeans. Een groene. En nog deze leuk hemdje. Ja. Anders boven. Hij is voren. Deze leuk. Deze. Hij heeft allemaal kleine mooie glittertjes. En dat maakt het echt super prachtig.